ben Rob Vos. Ik ben eigenaar van de Pelikaan op Texel. Dat is een hotel met een cateringbedrijf. En ik ben voorzitter van Horeca Nederland op Texel. Ik ben voorzitter van de ondernemersorganisatie dit jaar op Texel. En dat is wat ik doe. Kijk, als voorzitter van Horeca Nederland kom ik natuurlijk bij heel veel horecabedrijven ook binnen, zeg maar. En ik krijg gewoon heel veel signalen van onze leden van Horeca Nederland dat er gewoon een schaarste is aan personeel. Moeilijk koks krijgen, we blijven over de zomer door vacatures staan. Ja, dus toen zijn we bij elkaar gaan zitten. Hoe kunnen wij tij keren? Hè? We hebben te maken met de forse vergrijzing op Texel. Hoe krijgen wij de jeugd weer naar Texel? Hoe kunnen wij die vacatures invullen die er ontstaan in de horeca, maar ook in andere branches? En dat zijn we nu aan het doen. Het concept wat we gemaakt hebben binnen de Texel Academy is best heel uniek te noemen. We bieden stageplekken aan, we bieden onderwijs aan, we bieden huisvesting aan. Waar vind je dat? Ik zou zeggen, meld je aan voor de Texel Academy. Het is echt heel bijzonder wat wij te bieden hebben. Meld je aan.